We hebben het vandaag niet over Venezuela gehad, maar mijn collega, de minister van Buitenlandse Zaken, zal volgende week in het gebied zijn, in het Caribisch gebied, en zal over dit onderwerp ook spreken met de landen, omdat we weten dat dat een thema is, hè, als het gaat over handel, maar natuurlijk ook over, hè, je kunt die opening van een eventuele opening van een grens zal zowel in de positieve zin veel kunnen opbrengen, namelijk meer handel. Het zou ook kunnen leiden tot aanvullende vluchtelingenproblematiek bijvoorbeeld. Nou, die onderwerpen zullen volgende week ongetwijfeld op de agenda staan wanneer minister Hoekstra afreist. Ik begreep naar Sint Maarten, maar hij gaat spreken met de premiers van alle drie de landen.